Projectactiviteiten, projectgrenzen, projectproducten, kwaliteit, projectorganisatie, de planning, de kosten en baten en vervolgens de risico's. Dus ik zeg je, herzie het nog even en kijk of je daar wat aan hebt. En dat zijn steunpuntjes. Ja? Wie hebben de vragen? Stel je vragen nu. Wie zegt ik snap iets niet? Ben ik helder en duidelijk geweest? Ja. Je mag me mee, ja, je mag me mee, ja natuurlijk. Ik was duidelijk, maar nu heb ik echt nee, maar kijk waar het mij om gaat is, teamstages vraagt aan mij, zou je dit voor een keertje willen doen? Dit is niet mijn werk natuurlijk. Dit weet ik allemaal wel, maar het is niet, ik doe andere dingen. Maar, dat heb ik gezegd, dat wil ik best wel doen, want ik vind het belangrijk dat jullie, ik ben ook onderdeel van die stages, ik doe het Olympisch Stadion project met een groepje van 3 of 4 mensen. En ik vind het belangrijk dat jullie de goede informatie krijgen. Nou, dan denk ik van, als het daar nog geen zekerheid over is, ja, en je hebt nog vragen, stel ze nu. Ik wil ze dolgraag beantwoorden. Ja? Geen vraag. Oké. Mijn mailadres, dat is bekend, hè, bij jullie. Ja? Heb je vragen? Nee. Nee? Hele vragen. Ik hoop dat jullie veel succes hebben met het evenement. Ja, hartstikke leuk. Ik ga deze presentatie stuur ik op naar een teamstage. En die moeten we dan even. Ja. En als jullie het niet gekregen hebben over 2 weken, dan w.de.wit, dat ben ik, apenstaartjehva.nl. En dan vragen we, dan stuur ik hem persoon heen toe. Ja? Heb je vragen nog? Dus wel leuk wat jullie moeten doen. Ik hoop dat jullie wel aan die tekst gaan sleutelen. Aan de inhoud. Want ik denk, het is wel leuk dat je dat krijgt, maar ik vind daarna, je moet iets voor jezelf heen maken. Heb jij vragen? Nee? Dit is leuk, dit is goed. Heb jij vragen? Nee? Heb jij vragen? Ben ik duidelijk? Dat zeg je w.de.wit. w.de.wit. Apenstaartje hva.nl. Vragen? Heeft u vragen? Nee? Is het u duidelijk? Ben ik duidelijk geweest of moet ik iets meer ergens op ingaan? Kun je vertellen over de definitie van de functie en de definitie van de operatie? Niet. Ja. Ik zal even wat voorbeelden geven. Als ik het over de definitie van functies heb en als ik het over de definitie van operationeel heb. Een functie is meestal, die kan je niet pakken. Een functie die verricht je, dat kan je dus niet tastbaar. Operationeel is tastbaar. Operationeel, als ik het heb over van er moet een zitplaatsen komen hier in dit lokaal en er is helemaal niks. Ja? Dan zeg maar, er moet een zitplaatsen komen. Functioneel is van hoe gaan we dat regelen? Welke stoelen? Ja? Dat neigt alweer naar operationeel, maar de functie eigenlijk van dit lokaal is dat je kan luisteren. En dat je dat zit om doet. Dat is de functie. Dus als je het over eisen hebt, moet er hier een ruimte zijn waarin je rustig kan luisteren naar mensen. Dat zou een functie kunnen zijn van deze ruimte. Dus dan is het niet tastbaar. Dat is niet tastbaar. Het is een ruimte. En daar moeten mensen in en die moeten kunnen luisteren. Operationeel maak je het door te zeggen van het is makkelijk als mensen zitten. Want het is hoogst ongemakkelijk als mensen staan. Dan bewegen mensen. Dat is voor degene die dus praat, is dat te lang. Dus jullie functie is ruimte te creëren. Dat is een functie van jullie. Ja, waar mensen jullie kunnen horen. De operationele kant is, zorg dat de tafels en stoeltjes zijn, zodat ze zitten. Ja? Is die helder? Ja, gaan we het weer op. We hebben een kip ook. Ja, ik heb kippen. Ik heb kippen.
Ja, dat is gezellig, hè? Ja, zeker weten. Ja? Randvoorwaarde was dat ik een licentie moest aanvragen om de kippen op te... Ik moest de hok bouwen buiten me... Ja, dat hok. Wat is, als je kippen hebt, hè? En je wil kippen houden, dus je wil kippen houden. Welke functie moet het dan zijn om die kippen te houden? Ik heb het daar al gezegd. Kippenhok. Ja, hok. De operationele kant daarvan, dus de operationele, dat hok daar neerzet. Stel dat ik geen kippengaas heb, maar een doek. Dan is dat ontwerp beperkt, want je moet meestal kippengaas hebben. Ik heb geen gaas. Hoe doe ik het dan? Dat zijn die twee jassen die ik neerzet om het doel te maken. Ja, dat is ontwerp beperkt. Er is overigens een heel boek over geschreven, hoor. Dus over deze zaak is een heel boek geschreven. Het is door Van Wijnen heel wetenschappelijk benaderd. En ik vind het altijd wel een... je gaat daarover nadenken. Je denkt over het verwarring. Jeetje, dat is altijd van buiten. Functioneel, wat is nou functioneel? Wat is nou, als zij die opdracht krijgen, als jullie die opdracht, wat is nou functioneel? En dit is allemaal operationeel. Allemaal operationeel. Maar functioneel is dat je in ieder geval een ruimte moet hebben dat je bij je ding gaat doen. Maar functioneel is ook dat je erover nagedacht moet hebben van wat je nou eigenlijk gaat doen. En operationeel, het operationeel maken is dat als je, dat je er staat en dat je hem opneemt op die camera's, dat is operationeel, dat is tastbaar. Maar van tevoren, als je hier binnenkomt, jij moest even kijken waar je hier... Maar dat is functioneel, waar ga ik het nou functioneel neerzetten? Zodat het overkomt. Nog een voorbeeld? Nee, 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 ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is. Ja, het zijn verschillende dingen. Ja, het zijn hele moeilijke begrippen, maar projectgrenzen is al moeilijk. Welke grens moeten zij halen? Welke grens hebben zij? Ja, financiën, dat is wel duidelijk. Tijd is wel duidelijk. Dat er iets op schrift moet komen is wel duidelijk. Maar waar zitten die grenzen? Dat hij met de horeca zoveel marktkraampjes neemt, dat is wel duidelijk. Ja, dat jullie dingen opzetten, dat is wel duidelijk. Maar wat moet je nou precies erop zetten? En daar is dus, die begrenzing is daar voor nodig. Dat is ook even de reden waarom ik schreef naar jou, want dat is ook wel aardig, dat jij zei, Johan Cruijff, talenten. Ja, dat is een heel ander onderwerp. Talentvorming op de Johan Cruijff colleges, CC's college, dat is een heel ander onderwerp. Dus ik zeg van, het ging hier over een plan van aanpak. Hoe gaan wij om met een plan van aanpak? Dat heb ik laten zien door de sheetpresentatie. Dat heb ik geprobeerd met mezelf toonbaar te maken. En vervolgens heb ik hier ook een checklist gegeven.